Iedereen die een tuintje heeft, wil er ook iets moois van maken. Maar wat maakt van een mooi tuintje een echt mooi prijswinnend tuintje? Daarvoor moet het beantwoorden aan een aantal criteria. Ja, de plantenkeuze is doordacht. De hoogste van achter en dan van voor de haag, die de afscherming vormt met de straat. Dan de bloembakken, daar ook, die van de pot afhangen. Ginder is hetzelfde principe toegepast. Verdeling van potten en is evenwichtig. Ja, volgens mij is dat een tuin die in orde is. En een prachtige tuin heb je niet zomaar in 1, 2, 3. Het scheren van de hagen dat vergt wel wat tijd, denk ik. En dat moet dan een paar keer per jaar gebeuren. En ja, daar heb je tijd voor nodig. En door in een tuin te werken, kan je je hoofd leegmaken. Maar dat geldt ook voor diegenen die de tuin jureren. Dan zou ik nog vergeten punten te geven. Maar dat kwam alsnog in orde, zodat we binnenkort weten of deze tuin de winnaar is.